Hierbij introduceren we onze nieuwe permanent vloeistof, de EcoWave van Royal Kiss. In dit filmpje laat ik jullie zien hoe dat je met een zeswikkeltechniek een heel mooi krulresultaat kan behalen in combinatie met een leuke kniptechniek. Omdat ik het ga permanenten moet het haar goed gereinigd zijn. Hiervoor gebruik ik de Keraclean Volume Shampoo. Ik gebruik geen conditioner. Voordat ik het haar ga wikkelen, ga ik het eerst in model knippen. Ik deel een ponypartij af en ik wil een ronde laag creëren. Ik neem de passé tussen mijn vingers en twist het geheel. Met een inkniptechniek knip ik een rechte lijn af. En dan zal je zien, wanneer ik het doorkam, door de twist ontstaat er direct een ronde laag. Vanuit hier ga ik naar het hoogste punt van het hoofd en maak een rechte scheiding achter het oor. Dit doe ik aan beide zijden. Wanneer ik de achterzijde heb vastgezet, kam ik de linkerkant helemaal over de rechterkant. En dat gaat vanuit de middenscheiding. Ik neem mijn ponypartij die ik al geknipt heb, neem ik mee, want dit is mijn gids. Hier sluit ik mijn zijpartij op aan. Aan de andere zijde herhaal ik mijn techniek. En je zal dan merken dat je een hele mooie zachte gelaagdheid aan de voorzijde creëert. Gebruik ook nu weer je ponypartij als je gids en sluit hem hier mooi op aan met een inkniptechniek. Wanneer ik heel de voorpartij heb geknipt, ga ik naar de achterzijde. In twee passés knip ik een rechte lijn. Wanneer het haar heel dik is, kan je er ook voor kiezen om het haar af te delen in drie passés. Het is belangrijk dat de passé waar je mee werkt, dat die goed te hanteren is. Ik gebruik de kamcontrole techniek, want ik wil zo min mogelijk spanning hebben op mijn buitenste lijn die ik nu aan het knippen ben. De stand van het hoofd is rechtop. Ik haal de bovenste passé los en kam hem over mijn eerste gidslijn heen. Wanneer ik mijn gidslijn goed zie, kan ik hier makkelijk de aansluiting maken met ook weer de kamcontrole techniek. Wanneer je je gidslijn niet goed kan zien, dan is het beter om het haar in drie passés af te delen. Vanaf hier kan ik beginnen met mijn zeswikkeltechniek. Ik maak een scheiding van het hoogste punt van het hoofd tot achteraan het oor. Het gehele vlak kam ik in één keer omhoog. Zorg ervoor dat deze passé ook goed uitgekamd is, zodat je geen knopen meer hebt in het haar. Ik heb nu de keuze gemaakt om te werken met een grijze papillot en dat is een middeldikte. Maar je kan er ook voor kiezen om juist wat grover te werken of je kiest juist een wat dunnere papillot. Belangrijk is dat je naar elke wikkel, of naar elke rol die je gedaan hebt, om een extra vloeipapiertje ertussen te leggen. Dat zie je mij hier ook doen, dus een nieuw vloeipapiertje onder je papillot stoppen en die zorgt ervoor dat de vloeistof, de permanent vloeistof, beter wordt opgenomen of geleidelijker wordt opgenomen in het haar. Dus met je vingers, met je duimen hou je de wikkel op zijn plaats en dan wanneer je je eerste wikkel er hebt ingezet, dan plaats je een klem erbovenop. Want anders zouden de uiteinden van mijn papillot in de weg zitten voor de andere passé. Aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Dus ik kam het geheel omhoog. Dat zien jullie hier ook. Elke keer na mijn draai, wanneer ik geen vloeitje meer zie, plaats ik een nieuw vloeitje eronder. Dit doe je tot onderaan de passé. Dan draai je hem door. Nu kan ik wel mijn wikkels buigen en kan ik de klem van de andere zijde eraf halen en ook dan mijn papillot vastzetten door hem rond te draaien. Vanuit hier ga ik naar de achterzijde. Ik maak een scheiding op het achterhoofd en zo'n 3 cm boven het achterhoofdsbeentje maak ik een rechte scheiding. Ook nu weer de gehele passé omhoog kammen en op dezelfde manier als de voorzijde met je vloeitjes je papillot in het haar plaatsen. Op deze manier plaats ik 6 papillotten in het haar. Mijn model heeft gekleurd haar. Ik ga werken dan ook met de EcoWave nummer 1. Die is te gebruiken voor normaal tot fijn haar en voor geverfd haar. We hebben ook een nummer 0, die is voor gesloten en moeilijk te permanente haar.
Het vernieuwde aan onze vloeistof is dat die ammonia een thioglycolaat vrij is. Hij bevat keratine voor een langdurige houdbaarheid en veerkracht. Ook is er bamboe aan toegevoegd voor een extra vitaliteit. Maar buiten dat is het ook een hele aangename parfumering. Wanneer je te maken hebt met het gesloten, moeilijk te permanente haar, dan kies je voor de nul. Maar dan heb ik ook nog een extra tip. Verdeel na het wassen Keramoist Treatment door het haar en laat deze 3 minuten inwerken. Vervolgens spoel je hem uit, maak het handdoek droog en begin dan met wikkelen. Je zal dan zien dat het veel makkelijker te wikkelen is en dat de vloeistofopname beter gaat in het haar wanneer je dat hele harde gesloten haar hebt. Bij de onderste papillot aangekomen zien jullie dus dat ik met 6 wikkels of 6 papillotten het gehele haar heb ingedraaid. Dit is een hele snelle manier van wikkelen en maakt je permanent hip en modieus. Voordat ik het haar ga bevochtigen wil ik de rest van het haar beschermen. Ik gebruik hiervoor een lontwad, die maak ik vochtig en wikkel om de wikkels heen. Ik gebruik dus de EcoWave nummer 1 en druppeltjesgewijs begin ik onder in de nek met het haar te bevochtigen. En dit is een hele belangrijke. Laat het haar langzaam doordringen met de permanent vloeistof. Vandaar ook dat je met kleine druppeltjes het haar bevochtigt. Net zo lang tot heel het haar volgezogen is met het product. Het bamboe-extract in de EcoWave geeft het haar langdurige, flexibele en veerkrachtige ondersteuning. Structuurverschillen in het haar worden geëgaliseerd voor een gelijkmatig krulbeeld. Het maakt het haar sterker en steviger door de schubbellaag te sluiten en Hygroplex, een efficiënte combinatie van proteïne en moisturizers, geeft het haar extra verzorging en glans. Ideaal als ondersteunende volumeomvorming, maar ook uitstekend geschikt voor langdurige en stevige krullen. Een makkelijke manier om te kijken of het haar helemaal doordrenkt is met je vloeistof, is de papillot naar je toe te trekken en kijken of er kleine bubbeltjes met vloeistof omhoog komen. Op die manier weet je dat dat haar helemaal doordrenkt is. Ik kies er nu voor om te werken zonder warmte, dus ik dek het haar af met een plastic mutsje en daaroverheen plaats ik nog een handdoek. Kies je er nu voor om met een Hairmaster of Climazon te werken, dan het haar niet afdekken. Een proefwikkel bepaalt de uiteindelijke inwerktijd. Na 5 minuten kijk je je eerste wikkel na. Met warmte is de maximale inwerktijd 8 tot 15 minuten en zonder warmte 10 tot 20 minuten. Ik geef hem nog wat extra tijd bij en na een totale inwerktijd van 16 minuten is de veerkracht oké bij mijn model en besluit ik hem te gaan spoelen. Het uitspoelen van je haar moet grondig gebeuren. Dit doe ik 5 minuten. Na de spoeltijd maak ik met een handdoek alle wikkels goed droog. 1 voor 1 knijp ik het vocht eruit. Vanaf hier kan ik het haar gaan fixeren. De Royal Kiss Eco Fix is gebruiksklaar, dus direct vanuit de opbrengflacon kan ik het op het haar aanbrengen. Je kan het ook met een fixeersponsje aanbrengen. Je begint aan alle tijden in de nek en ook weer druppeltjesgewijs werk je je weg naar boven. Dit herhaal je tot je 2/3 van de flacon op is en 1/3 bewaar je voor de volgende fixeerproces. Dit geheel laat ik 5 minuutjes inwerken. Wanneer de inwerktijd voorbij is, haal ik de wikkels er voorzichtig uit. Ik trek niet onnodig aan het haar. Ik fixeer het een 2e maal en breng de laatste 1/3 uit mijn flacon aan op het haar en ik laat dit 3 tot 5 minuten inwerken.
Ik spoel de fixatie grondig uit het haar 3 minuten lang met warm water. Als laatste stap breng ik de acidifier aan. Verdeel het product goed in de handen en daarna aanbrengen in het haar en zoals je kan zien het product in de krul knijpen. Na een inwerktijd van 3 minuten kan je het haar uitspoelen. Als laatste stap gebruik ik de Kerashield Leave-In. Een kleine hoeveelheid verdelen over de handen en aanbrengen in het haar. Dit is voor een maximale bescherming en dit product spoel je ook niet uit. Het haar is nu klaar om gedroogd te worden en gestyled naar wens. Ik kies ervoor om het haar te gaan drogen met de diffuser. Als versteviging gebruik ik de keramousse. Ik neem het de grootte van een sinaasappel in mijn handen en verdeel het over het haar. Ik gebruik de diffuser in het haar om de krullen zoveel mogelijk veerkracht te geven. Het is ook fijn om het model voorover te laten buigen, waardoor het haar van het hoofd uit afkomt. Het laatste product wat ik gebruik is de Eco Sol Spray. Deze verdeel ik in het haar en het fijne is dat ik dan nog met mijn handen de krullen nog extra kan fixeren. En dan hierbij het eindresultaat van onze 6 wikkeltechniek met de Royal Kiss Eco Wave.